Om hem aan te maken gebruik je best overgedroogd beukenhout en je legt het met de schorskant naar buiten toe. Twee op twee. En dan leg je de aanmaakblokjes in de hoeken. En dan kan je hem aansteken. Leg het ook met deze kant aan de binnenkant, zodat de vlammen er mooi kunnen langs passeren. Wanneer je hout gebruikt waar de schors nog aan zit en dat nat is, dan merk je dat je vooral heel veel rookvorming hebt. Dus vermijd dit. Overgedroogd beukenhout of eik zijn de ideale houtsoorten en de ideale behandeling om met een mooie oofvuur te kunnen starten.